Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. In deze video, zoals je aan de titel kan zien, hebben we weer een nieuwe gloednieuwe Q&A aankondiging. Dat houdt dus in dat jullie leuke, awesome vraagjes onder deze video kunnen stellen, zodat ik een Q&A kan opnemen. En ik doe even een Q&A aankondiging, omdat een Q&A is leuk om te doen, weet je. Jullie kunnen wat meer weten over mij en er zijn best wel veel nieuwe mensen bijgekomen, dus ik dacht van, weet je, we doen even een Q&A. En ik wil even zeggen, jongens, trouwens, ik ben best wel weinig actief qua YouTube at the moment. Deze week had ik best wel moeilijke toetsen die ik even goed moest leren. Want ik wil niet gelijk beginnen met een onvoldoende, weet je wel. Dus ik moet even leren. Ik had niet zo heel veel tijd en motivatie om even YouTube te doen. Natuurlijk, YouTube, super awesome. De abonnees, de likes en echt bedankt daarvoor, jongens. Daar ligt het zeker niet aan, maar ik had gewoon even geen energie. Ik moest veel leren en ik wou ook gewoon even zelf iets voor mezelf doen. En momenteel vind ik Call of Duty, Black Ops 3, vind ik een beetje saai worden. Ik vind het niet echt leuk om te spelen. Dus ja, PlayStation sowieso heb ik eigenlijk de laatste week eigenlijk niet aangeraakt. En ja, ik wil dat gewoon even zeggen, weet je. Ik probeer met mijn PC iets te doen om dat te kunnen opnemen. Want mijn grafische kaart is nog niet echt optimaal. Dus die moet ik nog gaan upgraden. Want ik speel wat meer op PC. Maar dan weten jullie dat, jongens, dit is een Q&A aankondiging. Een soort van kleine updateje. En in de weekenden ga ik gewoon weer streamen. Dus hou zeker dat even in de gaten. En ja, dit was een Q&A aankondiging. Laat jouw leuke originele vraag natuurlijk onder deze video achter. En dan ga ik die beoordelen binnenkort in de echte Q&A. Jongens, tot de volgende video. Later, mensen.